75, waar we een melding kregen van een vrachtwagenchauffeur die midden op de gehele rijweg zou staan en zo het tegenliggende verkeer blokkeert. Ook blijkt er onrust in het spel. Nee, dat is goed. Maar er was geen vechtpartij gaande of zo. Niet dat ik weet, nee. Oké. Okay. Waar kunt u even zeggen wat het is? Ja, ik wil even snel het blauw uit. Hallo? Het zou zijn op de Morris Street. Dan zouden we hier rechts moeten als het goed is. En dan hier links. Ik denk, ik zie hem daar al staan. Bijvoorbeeld verderop. Oh ja, ja. Is goed. Eenmaal ter plaatse blijkt dat er geen sprake is van een degelijke ruzie. Die auto staat wel op de weg, maar ik ben zo weg. Goeiedag meneer. Ja, goeiedag meneer. Ja, goeiedag. Ik ben Robert, ik ben van de verkeershandhavingsdienst. Ja, hallo. Mijn collega Dani. Goedemiddag. Ja, hallo. En we zijn hier vanwege dat u momenteel bij een volle flat staat. En u staat midden op de weg. Ja, die auto moet hier naartoe. Tenminste, ik weet ja, de stelling. Dat snap ik. Maar er was eigenlijk een melding gekomen dat er wat rumoer aan te pas was gekomen. Ja, te zien die auto's. Daar komt hier een klein beetje geluid uit. Dus er is voor de rest geen vechtpartij, geen ernstige dingen gebeurd. Verder rest met bewoners nee, en u. De mensen die zijn die wel boos op mij dat ik de auto zo neerzet. Maar ik kan hem ook niet op de stoep zetten, want anders ga ik er schuin afrijden. Er is geen lichamelijk of fysiek contact geweest tussen u en andere medebewoners? Nee, die meneer daar verderop in het schild die vroeg, maar... Ja, waarom deze, ja, zou ik het een nippel voor mij worden, waarom ik als teringleider mijn auto zo neerzet. Oké, okay, ja. Dat is ook niet netjes inderdaad, snap ik. Maar in ieder geval, er is geen lichamelijk contact geweest nogmaals. Nee, ik zat ook niet dichtbij aan te komen hoor. Is dat wel op okay. De limit. Dan is het goed, want wij kregen namelijk de melding dat er wat gerumoer plaats zou vinden. Oké, dan weten wij in ieder geval wat dat betreft voldoende. Ja, kan ik nu eindelijk jouw auto's afladen? Ja, ik wil nog heel even mijn gesprek voortzetten als het mogelijk is. Ach, ja hoor. Want het is misschien zoals je al weet verboden om hier midden op de straat de vrachtwagen te parkeren. Wanneer u voor een betreft bedrijf een product komt leveren, dan dient u die op een normale parkeerplaats te zetten zonder dat u overig verkeer hindert. Nou, dat bent u momenteel mee bezig, want er zijn mensen die last van u hebben. En is een klein beetje de flatbewoners ook, nee precies. Ik kan iedere auto nu wel zeggen welke toeter die heeft. Ja, nee precies. Dus u had de vrachtwagen hier eigenlijk gewoon links kunnen zetten. Dus dat is ook de reden dat u daarvoor een bekeuring krijgt. Ja, en dan heeft later ook een schade rijden, omdat ik ken de mensen hier dus dan heeft later schade rijden. Dan mag je voor één klein slammetje met de sleutel mag je iets van 15.000 betalen, 5.000. Ja, daarom, maar u zet die vrachtwagen hier neer, niet ik dus. Ja, maar ik heb er een probleem mee gehad, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik zit al 20 jaar in deze baan. Oké. Okay. Nee, maar dan ga ik eventjes een boekje pakken en dan ben ik zo bij u terug. Ja, maar mag ik in de tussentijd die auto's eraf halen? U mag die auto's eraf halen, maar ik wil wel dat u na een loop van tijd weer hier terugkomt. Ja hoor. Die is binnen een paar minuten. Ja, ik doe het zo snel mogelijk, maar het zijn dure auto's. Snap ik meer. Dan ga ik even een boekje pakken. Ja, dat is prima. Collega, zal ik anders de auto even een stukje aan de kant zetten, dan heeft hij iets meer ruimte. Ja, is goed, doe maar even. Is misschien iets handiger. Zo. Ik heb het boekje in. Ja, dat is volgens mij wel een duur wagentje. Dat is wel een duur wagentje, ja. Dat is ook geen lichte boete eigenlijk, vind ik, dus... Nee, precies. Nee, maar ik bedoel, hierachter is ook gewoon een parkeerplaats, daar had hij ze ook neer kunnen zetten. Ja, precies, vind ik ook waardeloos eigenlijk, maar goed. Hij weet het al blijkbaar sinds 20 jaar, dus hij zal wel al meer bekeuringen hebben gehad, neem ik aan. Ja, en hij heeft ook geen flitsers of zo aanstaan. Nee, ook dan niet. Maar volgens mij heeft hij ze ook niet, heeft hij ze?
Weet niet, ik zal even kijken achter. Hiervoor in ieder geval niet. Nee, achter ook niet. Nee. Moet hij wel hebben toch op zich of niet? Ja, het is niet verplicht, maar als hij hem zo midden op de weg neerzet, dan zou het misschien wel een tip zijn. Dat hij gewoon even de flitsertjes aanzet, dan is het alweer iets. Ja, nee, dat is zeker waar, ja. En sowieso... Maar goed, het slaat nog steeds nergens op, want hierachter is gewoon een parkeerplaats. Nee, willen jullie nou ook nog dat die auto aan de kant staat of niet? Ja, meneer, in ieder geval ten eerste plaats de bekeuring alvast. Dan krijgt u niet ook. Krijgt u over een €80 bedraagt hij. Oh ja, twee weekendjes, klaar. Oké. Maar die bedraagt €80. Krijgt dat binnen een werkweek een actiegiro van thuis gestuurd. Kunt het geld overmaken. Ja hoor. Ik wilde u ook nog een paar minuutjes geven voor het verplaatsen van de vrachtwagen, anders krijgt u daar ook een bekeuring voor, want dit had ik eigenlijk ook moeten doen. U heeft geen flitsers aanstaan, volgens mij heeft u ze niet eens op de vrachtwagen zelf. Weet ik veel, ik heb deze auto van de baan. Dat zijn nieuwe vrachtwagens, dus ik weet niet, dit is de eerste keer dat ik ermee rijd. Oké, maar in ieder geval, ja, ik heb in ieder geval geconstateerd dat ze in ieder geval niet aan de voorkant zitten, en om dat tegengesteld te gaan staan, dat slaat echt nergens op, en het is ook echt gevaarlijk. Ja, slaat er nergens op, dat is ook een beetje te overgrepen, vindt u niet? Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet. Maar ja goed, daar zijn wij voor uiteindelijk om daar iets van te zeggen. En dus ja, ik geef u nog een bepaalde mogelijkheid om uw vrachtwagen daar links of naar een bepaalde keus te neer te zetten. Ja, ik moet naar de zaak. Ik hoef alleen maar een klabbeltje en ik kan naar de zaak. Oké, nou dan mag u dat nog even doen. En mochten wij u dan weer ergens zien op deze manier, dan nemen wij uw rijbewijs in beslag. Want rijbewijs een hele gevaarlijke... Ja, dan nemen we uw rijbewijs van mij in beslag. En dan, krijgt uw baas wel een bericht thuis over het... rijgedrag en dergelijke van u. Dus als keuze die u maakt. Dat jullie dit leuk vinden, ja. Nou meneer, ik trek er geen lach bij, dus ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Maar ja, u bent degene die dit doet, wij niet. Dan kan ik het helpen dat ik dit niet wist, want ik heb dit altijd al gedaan. Oké, nou ja, dat is toch beter even de regels lezen, denk ik. Ja, regels. Ik heb nog nooit de politie aan schoen gehad. Oké, nou, dan is dit in ieder geval de eerste keer en laat het ook de laatste keer zijn, meneer. Ja, dat zien we dan nog wel. Ik kan niet bepalen wat er gaat gebeuren. Nee, dat kan u zeker niet. Oké. Dan weten wij voldoende en dan gaan wij weer verder. Ja, hoor. En dan hopen wij u niet nog eens te zien, als u snapt wat ik bedoel. Nee, ik mag nog wel een krabbeltje zetten, maar die vrachtwagen gelijk aan de kant. U mag wel een krabbeltje zetten, maar daarna wil ik u meteen die vrachtwagen in ieder geval weg hebben. Ja, hoor. Super. Dan gaan we weer verder, collega. Ja, dat is goed. Prettige dag verder. Ja, hetzelfde. Joep, fijne dag. Hetzelfde. Gewoon weg of? Rij maar even naar bureau Noord, want ik begreep dat daar nog even een administratief dingetje moest doen. Ja, is goed. Vond jij dit een leuke video? Abonneer dan en doe een blauw duimpje omhoog. En als je het leuk vond, ga naar onze website en solliciteer.